Hoi iedereen en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En we hebben vandaag niet alleen, maar ik ben met. Buiten. En vandaag zitten wij op een andere achtergrond, want we staan namelijk in Marbella. Ja. En we zijn huis hierachter. En we gaan een shoplog opnemen, omdat we in deze vakantie natuurlijk lekker hebben geshopt. En we willen dit graag aan jullie laten zien. We gaan de kleren zo laten zien, zeg maar, aan jullie. Ja. Maar we gaan ook laten zien dat we hem aan hebben, zeg maar. Zodat jullie een beetje kunnen zien hoe het staat. Ja, inderdaad. Ja. Dus laten we maar snel gaan beginnen. Nou, als eerste heb ik alleen iets gekocht bij de Bershka. En moet je hem zo laten zien. Oh ja. Bershka. Bij de Bershka. Je hebt daar geen kinderkleding, maar ik ging XS passen en dat paste denk ik gewoon. Ja, dat werd een beetje gek, want ze vindt kinderkleding nooit leuk. Nee, nou ja, het ligt eraan. Maar ze vinden wel de grote mensen kleding leuk. Ja. En dit is het shirt. Hij is eigenlijk gewoon basic wit met zwarte letters en ja, hoe noem je dit? Nog een beetje zwarte lijn getrokken eigenlijk. Ja. Trouwens, jullie kunnen een beetje lawaai horen, want we zitten buiten van de auto's en dat soort dingetjes. Maar ja, ik vind hem wel heel erg leuk. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Oké, dan gaan we verder naar de kleren die we op de markt hebben gekocht. En er was zo'n kraampje en alle kleren waren daar 1 euro. En dan, ja, en wij gingen helemaal los. Ja, en er waren ook gewoon zeg maar shirtjes van de Zara en zo. Dus wij werden gek, want het was allemaal 1 euro. Dus we hebben best wel veel gekocht daar. Begin maar. Ja. Pak maar iets. Als eerst heb ik deze trui. Met, hij is een beetje zeg maar zalmkleur. Ja. En hij heeft zo dit aan de onderkant. Ja, dat is wel leuk. Dingetje met witte stipjes en ja, nou die, we hebben het eigenlijk ook nog niet allemaal gepast, want je kan daar natuurlijk niet echt passen. Maar dan als tweede deze, ja, een polo heet dat? Nee, dat heet geen polo. Nee, dit is geen polo, maar het is best wel simpel, het is eigenlijk gewoon een wit shirt met zo'n dus dat is wel leuk. Dus oké, die. Dan vond ik dit echt een super mooi kleurtje, vooral als je dan mooi bruin bent. Inderdaad. Ook gewoon zo'n truitje, dan kan je ook nog een witte blouse onder doen of zo. Of beetje mosterdgeel is die eigenlijk. Dit, streepje shirt. Oh ja, en nog deze. Ja, dit is gewoon een wit blouseje. Ik weet niet of je het ziet. Wit blouseje en hier is hij iets langer, dus dat is leuk als je hem dan onder de trui doet of zo. Ja, dat dit dan waaronder uitkomt. Ook nog eentje. Dat is deze. Ook van de markt. Dit is eigenlijk ook een beetje een wit simpel shirtje. Alleen dan heb je hier streepjes. Blauw met witte streepjes. Dus ik vond dit wel leuk. Oké, we hadden nog iets op de markt gekocht. Sleutelhanger. Zo voor aan je sleutel. Ik heb hem al aan mijn sleutel gehangen. Ik heb rood en we vonden het wel grappig. Dat soort choker is ook lekker aan voelen. Alleen is het echt niet handig voor als je hem in je tas wil doen, want het neemt heel veel ruimte in. Maar inderdaad. Maar gewoon, ik vond het wel leuk. Dan gaan we nu verder naar H&M. Okay. En daar hebben we hele leuke dingen gekocht. Ja. Oh my god, we zijn heel blij. Begin jij mee. Ja. Nou. We waren al een tijdje op zoek, we vonden het leuk. We wouden heel graag een Justin Bieber trui. Ja. Dus, ik toen heb deze in de H&M hier. In de H&M van de mannen. Maar in ieder geval, ik vind hem wel gewoon heel erg leuk. Maar je kan hem dan als trui en dragen. En ik draag hem als trui. Hij staat echt super leuk bij Senna als jurk gewoon. Dus hier zijn we heel erg blij mee. Deze heb je eigenlijk helemaal niet aangehad. Jawel. Oh. Nou, deze volgens mij eigenlijk dezelfde, alleen dan met geel. Ja. Maar ook eentje met een capuchon, maar dat was een beetje, stond een beetje te zakkerig, want het is best wel oversized. En inderdaad. Dus deze. En ik had dit rokje gekocht. Yes. Met bloemetjes, gewoon een leer rokje met bloemetjes. Heel leuk. Dus. Nu gaan we de laatste tas nog doen. Van de Zara. En als het goed is, heb ik daar alleen wat gekocht. Als eerste heb ik deze rode trui. En hij is lekker groot, een beetje oversized. Dit, een beetje bordeaux-roodachtig rokje. Maar wel heel erg leuk. Zo ziet het er dus uit.
Ja. Als ene laatste nog een trui. En dat is deze. Deze is een beetje roze. En die hadden we zeg maar in gedachten. Met deze broek. Dat vonden we wel heel erg leuk bij elkaar staan. Kijk, het is een beetje dezelfde kleur. En deze een beetje oversize-achtige trui vonden we heel erg leuk staan. Wat dat? Ja, nee. Oh ja, en onze armbandjes. En we hebben armbandjes gekocht. Met een Spaanse vlag. Allebei. Ja. Ook ergens bij een winkeltje. Ja, bij een winkeltje eigenlijk. Ja. Waar ze armbandjes verkoopten. En dit was eigenlijk wat we allebei hadden gekocht in Marbella. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Eerste shopping. Ja. Zeker even blauw. Jawel. Abonneer mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog of video. Doei!